Dit is de Hans Ernst bocht, vernoemd naar oud-circuitdirecteur Hans Ernst uiteraard. Het is een hele langzame bocht en tegenwoordig is hij wat sneller geworden. Hij is wat breder gemaakt, waardoor je iets meer ruimte hebt en hem ook echt wat harder kan nemen. Dus dat is voor ons coureurs natuurlijk altijd erg leuk. Het is tevens een bocht waar je goed kan inhalen. Hiervoor ligt een mooi rechte stuk en je kunt hem hier heel vaak daarna prikken. Dus hier worden echt inhaalacties gemaakt. Zeker in de Formule 1 kunnen we dat hier verwachten, omdat hier ook een DRS-zone komt. Daarnaast is de exit heel belangrijk. Er is een beetje kanting en daardoor heb je extra grip en kun je extra hard naar de volgende bocht.